Ja, mijn naam is Hans Klevers. Ik werk al heel lang in Utrecht. Eerst een tijd bij het ziekenhuis, het Academisch Ziekenhuis. Sinds 2002 zit mijn laboratorium in het Hubrecht Instituut van de KNW. Door de jaren heen heb ik met mijn laboratorium geprobeerd de vraag te beantwoorden hoe wij erin slagen om vanuit één enkele cel ons te worden. De bevruchte eicel. En dat is bijvoorbeeld het vak ontwikkelingsbiologie. Dat heeft ons eigenlijk op een soort reis genomen door allerlei verschillende vakgebieden heen. We zijn begonnen als immunoloog, de leer van afweer. We hebben ons bezig gehouden met kikkers en fruitvliegen en wormen. De laatste 15 jaar werken we vooral aan stamcellen van het volwassen lichaam. Doen we veel in muizen. En sinds een aantal jaren, nu we weten hoe dat een beetje in elkaar steekt, doen we dat ook met menselijke stamcellen. Dat is meteen een heel verhaal. Dat ga ik een beetje opdelen kleinere stukken. Maar het is wel goed dat je dat in één keer even allemaal benoemd hebt. Wat is dan jouw vak? Wat is jouw vakgebied? Mijn vakgebied is medische biologie. Alles wat te maken heeft met dieren en mensen, hoe wij ontstaan, hoe wij langdurig gezond blijven, maar ook hoe we ziek worden. En hoe we uiteindelijk zieke weefsels weer op repareren. En waar spitst jouw onderzoek zich nou op toe? Wat is nou eigenlijk jouw domein of zo in dat gebied? Ja, we hebben ons nooit laten beperken door disciplines in de wetenschap. We zijn vele malen over wanden heen gesprongen, over muren heen gesprongen. Wat eigenlijk de bindende factor is technologie. Dat is heel veel DNA-technologie geweest. Nou, dat heeft natuurlijk een explosie doorgemaakt sinds de jaren 80. En elke keer dat er weer zo'n technische stap gezet werd, konden wij weer vragen oppakken die nog lagen. En dat is eigenlijk wat we doen. En of dat nou een fruitvlieg is of een mens, dat maakt ons eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. En wat is jouw specialiteit? Op dit moment stamcellen en kankeronderzoek. En dan met name de verbinding tussen die twee. Een kankercel is eigenlijk een ontspoorde stamcel. Echt waar? Dus ik kun je het zo simpel zien? Ja. Wat doet een stamcel? Zoals wij hier zitten, dus niet de stamcellen waar wij heel vroeg in ons bestaan uit gevormd worden. Dat is 3 dagen na de bevruchting bestaan die heel kort. Die stamcellen verdwijnen. Maar zoals ik hier zit, heeft elk orgaan heeft zijn eigen gespecialiseerde stamcel. Nou, wat kunnen die stamcellen heel goed? Die houden zich koest als ze niet nodig zijn. Die delen niet. Op het moment dat er weefsel verloren gaat, dan maken ze snel het verloren gegaane weefsel weer nieuw aan. Met nieuwe dochtercellen. Ze kunnen tegen heel veel straling, tegen heel veel abuse, zeg maar. En dat is precies wat kankercellen ook doen. Die kunnen ook overal tegen. Die kunnen tegen cytostatica, die kunnen tegen bestraling. Kunnen jarenlang sluimeren om weer actief te worden. Alleen die hebben net die rem verloren om op te houden als het niet meer nodig is. Dus een kankercel is eigenlijk een soort natuurlijke vijand van de stamcel? Het is de Dr. Hyde van de, ja, van de, ik weet niet hoe het is. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Nee, het is zeg maar de zwarte kant van het feit dat we stamcellen hebben, is dat ze soms wel eens in de fout gaan. En dan wordt het onze grootste vijand. Ja. Dus als je het vergelijkt met het goed en het kwaad? Dat zit er heel dicht tegenaan. Dus wij strijden allemaal vreselijk met het ouder worden. Kunnen we maar 80 worden of is er geen rem op hoe oud we kunnen worden? Ik ben ervan overtuigd dat wij gebouwd zijn om een jaar of 80, 90 mee te gaan. En dat is genoeg om onze eigen kinderen en onze kinderen van onze kinderen nog de wereld in te helpen. Maar dan moeten we van het podium af. Evolutie moet zijn gang kunnen gaan. En dat betekent dat de generaties die geselecteerd zijn, op een gegeven moment moeten verdwijnen. En wij zijn niet gebouwd om langer dan 80, 90 jaar mee te gaan. Onze stamcellen zijn gemiddeld goed genoeg om die periode onze organen te repareren. Maar langzaam maar zeker gaan ze fouten maken en uiteindelijk lopen we allemaal tegen kanker aan. Ja, ja. Dat is het. Ik kan het simpeler zeggen en korter hoor, maar dat is eigenlijk het. Dus wat wij, dat is bijvoorbeeld al wat niet zoveel gedaan wordt. Wij bestuderen zowel gezonde stamcellen en hoe ze ons helpen om langdurig gezond te blijven, als de kwalijke stamcellen, de kwaadaardige stamcellen. En die lijken zo ontzettend op elkaar dat je leert van de een heel veel over de ander. Dus dat gaat twee kanten op. We doen tegelijkertijd kankeronderzoek en stamcelonderzoek.
En elke keer dat we één stap zetten in één van die twee gebieden, kunnen we het eigenlijk één op één vertalen naar dat andere gebied. Bijvoorbeeld, hoe deelt een stamcel in de darm? En vervolgens blijkt een darmkankercel precies dat principe te gebruiken wat die normale stamcel gebruikt. Alleen die is de uitknop als het ware kwijtgeraakt. Het is gewoon dat kinkelt niet deugd eigenlijk. Ja, ja. En zich niet meer, nou in mijn ervaring, kinderen laten zich uiteindelijk toch wel tot de orde roepen of doen dat zelf. Kankercellen hebben het vermogen verloren om nog tot de orde geroepen te worden. En wat kun je dan doen? Dus hoe moet je therapieën ontwerpen om kanker aan te pakken? Dat is ontzettend ingewikkeld, omdat vrijwel iedere andere ziekte van buiten komt. AIDS bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld. Dat is in 1980 was het onbekend, in 1985 was het opgelost. Verwekker van buiten. Die is totaal anders dan alles wat wij in ons lijf hebben. En het is niet zo heel ingewikkeld om dan snel een paar geneesmiddelen te ontwerpen. Eerst nog niet zo heel goed, maar al vrij snel een stuk beter. Die dat virus aanpakken, maar niet je eigen cellen. Een kankercel, dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Onze erfelijke informatie is 3 miljard letters. G's, A's, T's en C's. Een kankercel kan met 4 of 5 foutjes in die code, op de 3 miljard, kan die zich van een normale cel tot een kankercel ontwikkelen. Dat is een heel klein verschilletje. Genoeg om door te blijven groeien, maar heel erg moeilijk om een therapie op te richten. Want als je iets te breed mikt, dan raak je elke cel in het lichaam, of elke delende cel in het lichaam. En je moet dus proberen te richten op die paar foutjes waarin die kankercel verschilt van al je andere cellen. En dat is de enorme uitdaging. Ben je een soort code kraken? Ja, mensen die wij doen veel aan DNA-analyses. Dat doen andere collega's nog veel dieper dan wij dat doen. Wij gebruiken het veel. Maar dat is inderdaad het kraken van een boek, waarvan we ondertussen weten dat er niet één code in verstopt ligt, maar in ieder geval 3 of 4, maar mogelijkerwijs nog veel meer, waarvan we zelfs het bestaan niet vermoeden. Dat is wel interessant. De fysici weten ongeveer wat ze niet weten. Hè. Die kennen de dark matter. Die weten dat ze 80% van het hele... Wij weten helemaal niet wat we niet weten. Elke zoveel jaar wordt er een nieuw systeem ontdekt wat wij nooit nodig hadden gehad om uit te leggen hoe het zat. En dan komt er ineens een nieuw principe naar boven waar de helft van de biologie blijkbaar op draait. Maar wat we helemaal niet gemist hadden in onze verklaringen daarvoor. En dat is nu al 3 of 4 keer gebeurd. En dat is dus meestal weer een nieuwe code in die erfelijke informatie die we niet gezien hadden in die letters. Zijn er dus wel? Er zijn er natuurlijk nog heel veel die je dan nog niet kent. Er zijn er waarschijnlijk. Ze hadden het altijd over 1 of 2% serieuze code en 98% junk DNA, zoals het heette. Nou, daar kunnen we al misschien nou 10% van begrijpen. Maar die andere 80%, daar zit ongetwijfeld heel veel in verborgen wat we allemaal nog moeten vinden. Ja. Even terug naar de je doet onderzoek naar stamcellen dus. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Het onderzoek of de stamcel? Nou, het onderzoek en de stamcel, ja. Ik heb geen idee. Laat ik eens proberen om uit te leggen hoe je het doet. Kijk, we weten, dat weet iedereen, als jij op straat valt en je krijgt een schaafwond, die geneest zich. Dat proces van genezing, als je daar met een microscoop naar kijkt, dan zie je dat er een hoop cellen dood zijn of weg zijn en die worden vervangen. Door de week, 2, 3 weken later is die huid weer min of meer gaaf. Dat kunnen vrijwel onze organen. We zijn nog hard op zoek naar stamcellen in het hart. Het is niet duidelijk of die bestaan. Er zitten zelfs stamcellen in onze hersenen. En dus wat een stamcel doet, dat is de theorie. Heel veel zijn er nog niet ontdekt. Maar die kunnen cellen die verloren gaan, gewoon door slijtage. Huid aan de buitenkant schilt wat af. Stamcellen aan de binnenkant maken continu nieuwe huid die langzaam naar buiten bewegen. Naar schade, naar ziekte, die kunnen verloren gaan weefsel vervangen. Dat is wat stamcellen doen. Dus dat is meteen mijn definitie. Het veld is niet heel erg oud en er zijn allerlei overtuigingen en dogma's waarvan wij zo langzamerhand ontdekken dat ze toch vaak niet kloppen. En dit hanteren we eigenlijk. Welke cel in een bepaald orgaan helpt dat orgaan om vervangen weefsel te vervangen, cellen te vervangen? Hoe herken je die dan? En dan is de volgende vraag, hoe herken je ze? Nou, in ieder geval moeten ze kunnen delen, want dat is wat ze doen op het moment dat ze actief zijn. Dus dat is een manier waarop je ze kan vangen. Het probleem is dat er waren enorme, sterke overtuigingen van hoe stamcellen eruit zouden moeten zien. Ze zouden heel erg zeldzaam zijn. Onmogelijk, heel klein, dus niet te vinden. Ze delen nooit.
En ze delen misschien heel zelden en dan de nazaten daarvan delen heel veel, maar de stamcel zelf deelt zich nooit. Dus het was echt gedefinieerd eigenlijk als een cel die eigenlijk niet te vinden was. Nou, we hebben tegenwoordig de beschikking over allerlei genetische trucken. We kunnen met name in muizen kunnen we achter de computer zittend de erfelijke code naar vrije wil vervangen en verbeteren of veranderen. En dan kunnen we daar een muis van maken die precies die verandering in die code heeft. Nou, wat kunnen we bijvoorbeeld, als wij een cel zien zitten, een bepaald type cel, in de darm van de muis, en we denken dat zou wel eens de darmstamcel kunnen zijn, dat is eigenlijk waar we op begonnen zijn, dan kunnen we een muis maken waarin die cel licht geeft. En die eigenschap hebben we dan gestolen van vuurvliegjes. Dat is een erfelijke eigenschap van vuurvliegjes. Wij schrijven dan een e-mail naar de man die dat in Californië gevonden heeft. Die druppelt een beetje DNA op een koffiefilter. Die stuurt dat per FedEx naar ons. Wij dopen dat in een buisje water. En dan hebben wij de DNA-code voor lichtgeven. Dan kunnen we die inbouwen in een muis. Dat is nog niet zo heel simpel. Maar op zo'n manier dat die stamcel, waarvan wij vermoeden dat het een stamcel is, dat die licht gaat geven. Nou, dat maakt het al een stuk makkelijker, want dan kunnen we gewoon in de muis kijken en zeggen, daar zit er een, daar zit er een, daar zit er een. We kunnen ze uit die muis halen, opzuiveren omdat ze licht geven en de rest niet. En we hebben daar toen in de tijd een tweede truc bij ingebouwd. Dat is dat we van de buitenkant af, op een gegeven moment als een volwassen muis, 3-4 maanden oud, die kunnen we iets inspuiten. En dan activeren we iets anders wat we ingebouwd hebben. En alleen de lichtgevende cellen kunnen zichzelf dan een permanente kleur geven. Dus ze geven licht, maar als er geen stamcellen zijn, geven ze geen licht meer. Maar als we ze met een permanente kleur geven, bijvoorbeeld blauw, of je kunt ook 10 verschillende kleuren tegelijkertijd cellen uit laten kiezen. Iedere cel die ontstaat uit die stamcel heeft die kleur. Dus je kunt dan een jaar wachten en zeg maar een dag na zag je één blauwe cel zitten. Een jaar later zie je dat een heel groot stuk in die darm is nu blauw. En dan toon je aan dat die ene blauwe cel een jaar geleden... Die stamcel. De stamcel was. Dat is een soort formeel bewijs. Dus dat zijn de trucs die we in muizen kunnen uithalen. Zeg maar. En betekent dat dan ook dat die ene stamcel, als die zich gedeeld heeft, dat je dan 10 stamcellen hebt? Nou, dat was ook een dogma. Als een stamcel deelt, dan maakt hij altijd weer precies 1 stamcel en een dochtercel. En die dochtercel die gaat verder het systeem in, maar die is kortlevend. En dat zien we dus ook dat niet waar is. Als je bijvoorbeeld veel stamcellen kwijtraakt, dan vullen de overgebleven stamcellen meteen de rangen weer aan. En als je al je stamcellen kwijtraakt, dan kunnen cellen die al een eindje onderweg waren on the way out, zeg maar, die kunnen weer terugvallen en die kunnen weer stamcel worden. Dus het is een heel plastisch systeem. Maar dat wisten we niet en het dogma was dat het zo niet werkt. Dus dat was wel een uitdaging om volgens al die overtuigingen die ik vanaf de leerbanken, vanaf de lagere school geleerd heb, overboord te zetten en op een andere manier naar die stamcellen te kijken. Wat is nou jouw gebied? Zeg maar? Je zit natuurlijk op een grens van een onderzoek of zo. Je bent een van de verkenners, van de vooruitgeschoven posten in dat vakgebied. Wat is nou specifiek datgene waar jij in voorop loopt of zo? Waarin jij vorderingen maakt of dingen onderzoekt of ontdekt die je echt internationaal ook de aandacht Ja, als ik kijk waar ik bijvoorbeeld gevraagd word om over te spreken op congressen, dan is dat eigenlijk een jaar of 15 geleden gestart, dat veld. We hebben toen ontdekt, helemaal per ongeluk, hoe darmkanker ontstaat. Toen raakten we geïnteresseerd in de stamcel van de darm. We kwamen erachter dat in de jaren 60 was beschreven dat de meest actieve stamcel is in ons lichaam. We dachten, nou, dat is dus ook de makkelijkste om te bestuderen. We hoeven hem alleen maar te vinden. Dat heeft toen wel een tijd geduurd. En toen we die stamcel van de darm in handen hadden, toen zagen we ineens dat eigenlijk niets van het geloof rond stamcellen klopte. Bijvoorbeeld één, en dat is denk ik waar wij het bekendst om zijn, één heel krachtig dogma is dat een gezonde cel, zoals ik hier zit, als ik die in het laboratorium in een petrischaaltje met wat medium erbij probeer een leven te houden, dan gaat het een paar dagen, maar daarna gaan ze dood. De enige cellen die goed kunnen groeien zijn kankercellen. En alles wat er aan onderzoek gedaan is in de wereld aan cellen, buiten het lichaam van muizen of mensen, is aan kankercellen gedaan. Dus bijna alle ontdekkingen waar de biomedische wetenschap nu op zoekt, is gedaan aan kankercellen. Want dat zijn degenen die je oneindig kan vermeerderen in kweek. En de overtuiging... Hoe kan dat nou? Dat begrijp ik niet. Waarom gewoon gezonde cellen na een paar dagen doodgaan en kankercellen niet?
Dat was de waarneming. Dus men heeft gewoon vanaf de jaren 60 geprobeerd om cellen te kweken. En het bleek niet zo heel moeilijk te zijn om voor sommige tumoren, het lukt niet heel vaak, maar als je maar vaak genoeg probeert, dan lukt dat, om tumorcellen in leven te houden. En tumorcellen lijken toch wel heel erg op het weefsel waar ze vandaan komen. Het zijn eigenlijk een beetje kwaaie stamcellen, waar je ook goede hebt. En dat is eigenlijk, dat was het dogma. Dat kun je gewoon lezen. Het is onmogelijk om cellen langer dan een paar dagen in leven te houden. En toen wij zagen dat, toen we echt die stamcellen zichtbaar maakten in die muizen met dat lichtgevende trucje, toen zagen ze zitten en toen zagen we bijvoorbeeld ze delen elke dag. En het verhaal was, nee, ze delen één keer per jaar. Toen dachten we, als ze elke dag delen, dan deelt ze in de muis 1000 keer, 3 jaar, en in ons leven 20.000 keer. Dat moeten we na kunnen maken in het lab. Dat is niks in de biologie onmogelijk. Als je het maar begrijpt, kan je het doen. En toen bleek het uiteindelijk vrij simpel te zijn. Het moeilijkste van het hele project was nog iemand in mijn lab te overtuigen van het feit dat we dat moesten gaan doen. Omdat iedereen zo van overtuigd was dat dat gewoon weggegooid tijd was en inspanning. En toen is een Japanner in mijn lab, Toshi Sato, die is ermee aan de slag gegaan. En die had het eigenlijk in een maand of 2, 3 voor elkaar. Wat heeft hij precies gedaan? En wat je nodig hebt is, je moet dus een omstandigheid. Misschien in het kort hebben. Heel kort. Wat je dus heeft is uit die muis lichtgevende stamcellen gehaald. Nou, dat wist iedereen dat dat kon. En wat die in kweek nodig hebben, zijn de juiste groeistoffen. EPO nemen wielrenners, want die activeren de stamcellen van je beenmerg. Die maken rode bloedcellen, kan je harder fietsen. En wij hadden een paar van dat soort stoffen nodig, dachten we, en die ontdekten we. 3, een combinatie van 3 stoffen bij elkaar. Zo'n darmstamcel, en die is nooit meer gestopt met groeien. Dus die groeit elke week 10 keer. Nou, als we dat al dat weefsel hadden bewaard, dan hadden we nou het hele universum kunnen vullen met darmweefsel. Als je dat, wat is dat, 10 tot, dat kan een fysicus uitrekenen. Dat is gewoon een oneindig groeien. Ja, groeit oneindig door en totaal, je ziet ze onder de microscoop groeien. En we kunnen het filmen als je wil. En het is nooit meer gestopt. Die muis, die eerste muis is al 3 jaar dood. Maar die cellen groeien gewoon door. En die blijven, dus toen dachten we, nou, dan moeten het kankercellen geworden zijn. Nou, dan kun je toch tegenwoordig... Wacht even. Je hebt dus iets gevonden wat gewoon niet doodgaat. Ja. Dan heb je toch ook, dat is toch ook een soort van code van leven die je dan wint. Eeuwig leven. Ja, we hebben, nou ja, wat we maken is dus een laat ik het even het verhaal afmaken, dan kan je het beter plaatsen. Ja, de stamcel van de darm was de meest actieve, deelt elke dag. Dus toen wij eerst zeiden, zei men tegen ons, het is niet de stamcel, want hij voldoet aan geen enkele criterium wat we opgesteld hebben. Dus zeiden, ja, maar hij maakt een leven lang darm. En er is geen enkele andere cel die dat kan, dus dit zijn gewoon de stamcellen. Nou, dat heeft echt een aantal jaren geduurd voordat men dit dus nu geaccepteerd. Toen zei hij, maar hij deelt zo hard, dat moet je na kunnen doen. Nou, dat kan niet, want we weten dat cellen buiten het leven, gezonde cellen buiten het lichaam niet leven. Nou, dat bleek dus ook mogelijk te zijn. Toen raakten we zelf wel door een beetje gefascineerd het feit dat het kon. Toen dachten we, ja, maar die andere weefsels, die niet zo hard delen. Kijk, in je darm deelt van alles nog wat elke dag. In je lever gebeurt niet veel. In je alvleesklier gebeurt bijna niks. In je prostaat, in je longen gebeurt bijna niks. Maar ja, die kunnen zich wel repareren. Als jij een keer een avond echt goed doorzakt, dan loop je behoorlijk wat leverschade op. Je activeert je stamcellen en die vervangen die lever. Dus dan is Toshi, dezelfde Toshi, heeft dat eens voor een alvleesklier gedaan. Gewoon omdat hij toch een muis voor zich had liggen, wat darm uithaalde. En die groeide ook. En dat was een stamcel die normaal zich heel erg koest houdt. Die alleen tijdelijk eventjes actief is en dan weer als het ware in slaap viel. En toen was het een beetje het hek van de dam. Toen dachten we, nou ja, dan kunnen we het ook voor al die andere organen. We moeten alleen maar ontdekken wat ze precies nodig hebben. Elk orgaan is weer net anders. En toen konden we heel snel lever, prostaat, long, nier. We kunnen nou uit de urine van kinderen kunnen we niercellen kweken. Niertumorcellen. Gewoon uit een buisje urine. We kunnen uit een beetje slijm kunnen we longcellen kweken. Ik probeer het even goed te volgen, want het gaat nu heel snel. Dus zeg maar, met die darm heb je iets gevonden wat buiten de darm in leven blijft, wat zelf blijft groeien. Maar het maakt ook zelfs mini-darmpjes. Wij dachten, als het lukt, dan maken we een bolletje stamcellen. Een beetje een amorfe klotter stamcellen. Het blijkt dat ze zich organiseren tot een soort mini-versie van een echte darm. Dat is alles erop en eraan. Maar ze zijn, het is een gesloten bolletje met uitsteeksels. Als je ze in een rijtje legt, dan maken ze een buis. Dus we kunnen darmen maken van 2 centimeter lang uit 1 cel.
En allemaal onder de microscoop, dus je kunt het allemaal filmen. Dat wil ik wel heel graag zien dan. Ja. En dat kun je gewoon even doen? Nou ja, ik niet. Maar Je zegt, we kunnen dat filmen. Ja. Is dat, als wij in het lab zijn? Dan kun je ze zien. Je kunt ze met het blote oog zien, die mini-orgaantjes. Maar er zit geen bloedvoorziening in. En dan is er geen met een limiet aan hoe groot ze kunnen groeien. Want er moet zuurstof bij kunnen en voedingsstoffen en afvalstoffen moeten weg kunnen. Ja. Dus dat is de volgende stap. Daar zijn nu ook mensen mee bezig. Deze dingen heten organoïden. Organoids. En er is nu een heel nieuw veld ontstaan de afgelopen jaren. Wij waren denk ik een van de twee grondleggers die Sasser waar ik over vertelde was de andere. En dus nu probeert men dat complexer te maken. Completer door bloedvaten, afweercellen. In de darm bacteriecellen, dat probeer je ook wel in zo'n darm te brengen en kijken of dat dan inderdaad net functioneert als in onze darmen. Dus het is eigenlijk een totaal nieuwe technologie. Het is gewoon cel voor cel eigenlijk organen en misschien wel meer opbouwen. Ja, dus het idee is uiteindelijk, een van de dingen, dat is echt lange termijn onderzoek, maar wat we nu denken dat kan, is dat je niet meer orgaantransplantaties nodig hebt, maar dat je van een levende donor een klein beetje weefsel afneemt, opkweekt tot heel veel, invriest, want je kunt die cellen gewoon invriezen en jaren bewaren. En op het moment dat iemand een nieuwe lever nodig zou hebben, zeg maar, de infrastructuur van de lever is er nog wel, maar de cellen in de lever zijn ziek. Dan kan je in theorie en in proefdieren kan je een aantal stamcellen erin brengen. En die kan je dus gewoon in de vriezer hebben zitten van een levende vrijwillige donor. En zo'n stamcel repareert dan die lever. Dat duurt even. En dan zou je dus iemand met een zieke lever door middel van stamcellen weer zijn eigen lever gezond kunnen laten maken. Dat kunnen we in muizen. Het is heel ingewikkeld om dit in mensen te mogen testen en vervolgens ook om het logistiek op te zetten. Het is niet goedkoop. Maar dat is gewoon de proof of principle bestaat. Ja, we hebben geleverd aan anderen. Dat is een kwestie van tijd. Ja, en heel veel fondsen. Ja, dit kost dus het omzetten van zo'n inzicht in een therapie. Ja, daar heb je eigenlijk bedrijven bij nodig. Dat lukt niet in academische settingen. Het is mogelijk, dat hebben jullie aangetoond. Ik denk het allerbelangrijkste wat we hebben laten zien is dat, dat het geloof van hoe een stamcel eruit ziet, waardoor ze eigenlijk onvindbaar waren, dat allemaal niet klopt. Dat ze eigenlijk heel makkelijk vindbaar zijn als je hem goed zoekt en weet waar je naar moet kijken. Dat was één. En we hebben er een fors aantal opgehelderd. Maar met onze muizen, met die lichtgevende muizen, zijn ook allerlei andere laboratoria. Hebben er heel veel gevonden, bijvoorbeeld in het binnenoor. Waar mensen, als je die verliest, word je doof. Smaakpapillen in de tong. Een lab in Amerika. Allemaal dezelfde type stamcellen. Dus dat was één ding. Spoor die stamcellen op. Want dan, als je helemaal weet hoe ze eruit zien, dan kan je ze leren te manipuleren. En het tweede is dat we dat dogma of die muur geslecht hebben, dat het onmogelijk zou zijn om ze te vermeerderen buiten het lichaam. Dat was de tweede. En de derde, de toegift, is dat ze vervolgens ook nog een soort mini-versie van het orgaan maken. Dat verbaast ons ook. En dat is natuurlijk geweldig interessant om te weten hoe ze dat doen. We zien dat ze het doen. En we doen net of wij dat allemaal ontdekt hebben. Maar we brengen ze alleen maar, we geven ze een zetje en dan vervolgens maken ze dat orgaan. Maar we hebben geen idee hoe. Wat? Gebeurde er in jou toen je dat zag? Nou, de eerste keer men praat vaak over Eureka-momenten en dat is hetzelfde. Meestal groeit zo'n gevoel dat iets klopt. Maar Toshi was natuurlijk een Japanner en die had bij binnenkomst een apparaat vernield. En die was tijdelijk niet zo geliefd bij zijn collega's. Die was een beetje geïsoleerd geraakt en ik had hem eigenlijk niet veel gesproken. Op een gegeven moment liep ik het lab in en toen vroeg ik, en Toshi, groeien ze? En toen zei hij, yes. En toen zeg ik, god, hoe lang al? Oh, een maand of drie. En why did you tell me? En hij zei, you didn't ask. En toen keek ik door die microscoop. En dat, nou ja, als je veel cellen gezien hebt, dan zie je gewoon wanneer cellen gezond zijn. En nou, dat was gewoon prachtig. Dat was gewoon, ja, ik heb die beelden nog wel. Hoe groot was dat dan? Nou, dat zijn ja, onder een microscoop natuurlijk heel groot, maar in het echt zijn ze 2, 3 millimeter. Maar je ziet aan, als je cellen gezien hebt, zie je gewoon dat ze hartstikke gezonde cellen waren. En die waren al 3 maanden aan het groeien. En die hadden eigenlijk 3 maanden min 1 dag geleden dood moeten gaan. Geloofde je in je ogen? Ja, onmiddellijk. Ja hoor, dat was geen enkel probleem. Ja. Wat heb je toen gedaan? Nou, andere mensen het lab vertellen natuurlijk. En Toshi verdiende toch wel een andere positie in het lab dan hij had op dat moment. En zoveel mogelijk mensen laten meekijken. Ja. Maar dat is natuurlijk van in een wetenschappelijke carrière of in een
in een gedachtegang die je hebt en dan ligt het vast. Het bewijs is daar. Dat is toch wel, dat vier je ook, lijkt me. Ja, maar je weet dan ook, want dan is het niet klaar, dan moet je het verhaal opbouwen. Je moet heel veel dingen. En dan moet je dit allemaal. Nou, en dan moet je je collega's aan de wereld overtuigen. En dat was nog de zwaarste dobber, want wij probeerden die paper te publiceren. En die liep tegen een enorme muur op van ten eerste weten we al 30 jaar hoe het moet. En ten tweede, we weten dat het niet kan. En dus het is niet nieuw, maar het kan ook niet. En dat heeft 1,5 jaar geduurd om die paper uiteindelijk gepubliceerd te krijgen. En dan duurt het nog wel een paar jaar. En ik ken dat ook wel. Als je zo'n paper leest, denk je, nou ja, het zal een keertje gelukt zijn, maar zo mooi zal het wel niet zijn. Dus het duurde toch nog 1 jaar of 2, 3 voordat men het zelf ging proberen. Het is niet heel simpel. Je moet toch een aantal dingen goed op orde hebben. En nu, de laatste 2, 3, 4 jaar, begint het eigenlijk ineens door te dringen van, het is eigenlijk heel simpel. Je moet even investeren in de ervaring. En het kan eigenlijk met elk orgaan. Het kan met elk orgaan, dus je hebt het met de darm aangetoond, die is het makkelijkst te vinden, er zijn er veel van. Maar met alle andere organen van je hele lichaam kun je... Alles wat we tot nu toe geprobeerd hebben, groeit. En, buiten het lichaam. Buiten het lichaam, en we doen meestal eerst muis en dan doen we mens. En mens is wat ingewikkelder en groeit wat langzamer dan muizenweefsels. Maar eigenlijk is het tot nu toe voor ieder orgaan wat we opgepakt hebben, is het gelukt. En dan is het criterium dat we ze minimaal 1 jaar lang moeten laten doorgroeien. En dat ze aan het eind van het jaar nog steeds normaal zijn. Nou, dan kun je het hele DNA aflezen. De vrees is dat er kankermutaties in zitten, kankerverwekkende mutaties. Nou, die kun je herkennen. En die zitten er nooit in. Dus het blijven echt gezonde cellen. Het is net alsof je ze rechtstreeks uit het lichaam gehaald hebt. Dus je hebt in je laboratorium heb je gewoon een afdeling met gewoon levende weefsels? Van mensen, ja. Ja. En nou, ik kan wel een paar... En is dat dan nog persoonlijk, of niet? Nou, voor ons niet, voor ons zijn het cellen. Maar nou, er zit natuurlijk heel veel ethiek omheen. De menselijke weefsels verkrijgen we allemaal uit ziekenhuizen. Daar zit een heleboel regelgeving omheen, informed consent, medische ethische commissies kijken mee. We bouwen op dit moment grote biobanken, want we kunnen dit van gezond weefsel doen, maar we kunnen het ook van allerlei soorten van ziek weefsel doen. Interessant om onderzoek mee te doen, interessant om geneesmiddelen op te ontwikkelen. Maar ook wat we op dit moment enorm aan het uitbouwen zijn, is je kunt ook die zieke cellen van de patiënt gebruiken om het allerbeste geneesmiddel voor die patiënt te vinden. En we doen dat nu voor taai-slijmziekte. Er zijn een paar middelen, die zijn ontzettend duur en het is niet goed voorspelbaar wie reageert. Al de patiënten willen het, want er is niks eigenlijk. En we hebben nu een test die 1 op 1 op het patiënt van individuele patiënten gaat meten. Dat middel van 500.000 per jaar kost het. 80 jaar, want als het werkt, hebben ze een normale levensverwachting. We kunnen gewoon in het lab zien, in een weekje tijd, dat middel gaat voor jou werken of dat middel gaat niet voor jou werken. En dat, op dit moment doen we dit. Er zijn een groot gedeelte van die patiënten heeft geen recht op die middelen. En we hebben er nu al een aantal opgespoord die, ondanks dat ze er geen recht op hebben, met andere woorden, het middel wordt niet betaald door de verzekeraars, dat wij kunnen laten zien, het werkt wel degelijk voor die patiënt en de verzekeraars betalen daarvoor. Dus er zijn nu een aantal, nog niet veel, maar een aantal kinderen die rondlopen met de resultaten van onze organoïde test. Zo, ja. Dat is wel een schitterende toepassing eigenlijk. Ja, en dat was natuurlijk makkelijker dan dat we de stamcellen zelf aan zo'n patiënt... Wat we bijvoorbeeld hebben laten zien, we kunnen stamcellen van een taai-slijmziektepatiënt afnemen. Erfelijke aandoening, foutje in het DNA. Dat kunnen we repareren. Dus nou de CRISPR-Cas9 techniek, waar jullie hopelijk, doen jullie wat over. De CRISPR-Cas9 techniek, daar kan je gewoon achter de computer ontwerpen hoe je dat foutje corrigeert. En dat hebben we 3 jaar geleden al gedaan. Voor 2 patiëntjes, stamcellen gekweekt, gekeken waar de fout zat. De fout precies exact hersteld en vervolgens gekeken of er nergens anders in die code iets misgegaan was. En die cellen hebben wij nou. Dus als we die cellen terug zouden geven aan die patiënt, is in dat orgaan is de ziekte genezen. Nou, dat is nog ver weg, want dat mag je niet zomaar doen. Maar dat is ook een van de beloften. Als het wel mag, dan is het zo gebeurd. Ja, dan hangt er vanuit. Niet ieder orgaan is makkelijk te transplanteren met stamcellen. Lever zou heel makkelijk zijn. Longen is al wat moeilijker. Maar in principe is dit, denken wij, de beste manier om erfelijke aandoeningen aan te pakken. Stamcellen buiten het lichaam repareren. Maar ik blijf nog een beetje hangen in het lab waar allemaal
waar je allemaal weefsel of cellen hebt verzameld die niet doodgaan. Dat is een fascinerend idee, toch? Ja. Nou ja, als je dus wat wij al dachten. Kijk, stamcellen zijn de cellen die ons zorgen, of in ieder geval heel lang, niet voor eeuwig, onze weefsels in stand houden. Wat wij nou eigenlijk laten zien is, je kan stamcellen uit een orgaan halen, in het laboratorium enorm vermeerderen. En in principe kan je eindeloos zou je organen kunnen blijven vernieuwen. Dus als een oude auto, elk onderdeel dat uitvalt, zouden wij met onze kweker, als je ons lang genoeg gaat werken, kunnen we het voor elk orgaan. Zou je de stamcellen kunnen maken voor elk orgaan. En dan is de vraag uiteindelijk, waar ligt dan het blok om tussen ons en het eeuwig leven? En voor mijn gevoel zijn dat dan je hersenen, waar al je emoties en je hele alles wat je ooit geleerd hebt en meegemaakt, alles ligt opgeslagen en dat vervang je niet met stamcellen. Maar dat weet je ook nog niet. Nou, er zijn science fiction schrijvers die denken, kijk, er ligt ook niet zo heel veel informatie opgeslagen in je hersenen. Ik denk dat een hele forse USB-stick dat wel tegenwoordig een beetje een hard drive dat wel vangt. En er zijn, als we eenmaal weten, maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe onze hersenen werken, zou je alles wat er in opgeslagen is kunnen downloaden, een nieuw set hersenen en je uploadt het weer, science fiction. Maar ik denk dat ook ethisch vervolgens heel ingewikkeld wordt. Maar in ieder geval ieder ander orgaan. Dat zou ik wel, maar waarom zou als alles in je lijf uit cellen bestaat en stamcellen dan vervangbaar is, ja. Wat wel interessant is, in de hersenen, wij leerden het ook als een dogma, wij leerden altijd dat je wordt geboren met je hersencellen en dan moet je de rest van je leven mee doen. Of die in de eerste jaar zo aangemaakt worden. Toen was het nog het puberbrein, maar daarna is het dat wat je hebt. Nou blijkt dat er ook stamcellen in de hersenen zitten. Niet overal, maar bijvoorbeeld in de hippocampus, dat is waar je eigenlijk het primaire geheugencentrum ligt. Daar worden continu nieuwe cellen aangemaakt en er worden er continu nieuwe herinneringen opgeslagen. Dat is wel een aardige, niemand weet hoe dat, wat het met elkaar te maken heeft. Maar dat is in het mensenbrein eigenlijk de belangrijkste locatie van stamcellen. Waarschijnlijk zijn grote delen van de stamcellen, van de hersenen, zitten helemaal geen stamcellen in. Dus daar is het echt, wat je hebt, daar moet je het mee doen. Ja, maar goed, stel je voor, dat lukt ook met die hersenen, dan ben je hooguit heel dom. Nee, als je geen hersenen hebt, dan ben je wel heel dom, ja. Nee, dan kan je ook allerlei andere dingen kan je niet meer. Nee, die hersenen zijn toch wel vrij belangrijk voor het besturen van je lijf. Nou, maar ik vroeg het net ook al even, maar toen ging je even een ander verhaal afmaken. Maar het klinkt ook een beetje alsof je met de code van het leven bezig bent. Ja. Wat ik ook vind is dat de grens van het individu vervaagt een beetje hierdoor. Het is niet voor niks dat dit soort experimenten natuurlijk enorm veel ethische problematiek opwerpt. Als je over een soort nadenkt, kijk, mijn erfelijke code is mijn erfelijke code. Maar die is niet zo heel veel anders dan die van jou en nog veel minder anders dan van mijn ouders. En die erfelijke code is uiteindelijk wat onze soort is. En die wordt van generatie naar generatie in generatie. Dus onze erfelijke code bestaat al 300.000 jaar en is niet erg veranderd. Ik ben toevallig even, mijn lijf is even de carrier, maar dat wordt weer keurig overgedragen. Met onze technologie is het niet alleen de code die redelijk abstract is, maar het is gewoon onderdelen van mijn lijf. Kun je nou ineens over mijn, ik vertel het voor die muis die al 3 jaar geleden overleden is, terwijl die stamcellen nog steeds doorgroeien. Ja, in principe is het einde aan het leven van de meeste organen is dus blijkbaar niet zo gedefinieerd. Wat betekent dat? Medisch gezien betekent het dat je mensen langer gezond kunt houden. Als je filosofeert over ja, wat ben je dan nog, dan kom ik toch echt uit op wat in mijn hoofd zit. Tussen mijn oren. En verder is er niet zo heel veel uniek aan mij. Mijn code, mijn erfelijke code. Maar mijn lijf is, alles is vervangbaar. Als ik maar weet hoe dat moet. En dat weten we nu voor een belangrijk stuk. Dat vind ik wel een heel bijzonder gegeven. Ja, dus biologisch is het leven, is mijn leven, is dus strikt informatie. Het is de informatie die ik in mijn leven opgeslagen heb in mijn RAM, zeg maar, in mijn hoofd. En de erfelijke informatie die de evolutie mij uiteindelijk via mijn ouders heeft meegegeven. En verder is het mijn materie, is totaal vervangbaar. Dus je bent eigenlijk bij informatie.
Nee, is dat helder of niet? Ja, begrijp je wat ik bedoel? Het is wel helder, maar ik het is ook gewoon. We zijn eigenlijk dan gewoon een code die programmeerbaar is. Ja, als ja maar dat weten wij als. De grens van de individualiteit. Ja, maar we weten natuurlijk al heel lang dat de code programmeerbaar is. Er is natuurlijk heel veel weerstand tegen. En er zijn natuurlijk heel veel ethische barrières, maar dat weten we al lang. We kennen de code nog een fractie van die code. Maar in de biologie zijn soms de ontdekkingen moeilijk te doen, maar ze zijn altijd makkelijk te begrijpen. En ze zijn onmiddellijk, als je het principe begrijpt, kan je het zelf, kan je het in het laboratorium. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat de natuur doet, dat wij dat uiteindelijk begrijpen. En kunnen nadoen en kunnen veranderen. En daar zijn we dus nog heel ver weg. Maar het wordt niet abstracter of ingewikkelder. Het wordt meer, we leren steeds meer. Maar er zit niet een soort complexiteit in die we met onze hersenen niet meer aankunnen. En dat is bijvoorbeeld voor mijn gevoel in de wiskunde en natuurkunde heel anders. Daar wordt hoe dieper je gaat, hoe minder de gemiddelde mens er nog iets van snapt. In de biologie is het altijd uitlegbaar. Ja, je legt het ook heel goed uit. Het is echt fascinerend dat je als je lijf eigenlijk je voertuig is en dan gaat iets stuk, dat je gewoon... Dat je het vervangt, ja. Car parts gaat. Of naar je vriezer loopt. En daar die stamcellen. Dat klinkt als science fiction, terwijl dat niet is. Nou ja, orgaantransplantaties doen we natuurlijk regelmatig. Niet regelmatig genoeg. Bloedtransfusies is natuurlijk al 80 jaar aan de orde van de dag. Dit is wat meer en wat complexer, maar niet anders. Kijk, ik ben diabeet. Ik spuit 4 keer per dag. Dus mijn alvleesklier die is er min of meer mee opgehouden. Ga je mij nou vertellen dat opgelost gaat worden? Nou, je bent waarschijnlijk een type 1 diabeet. Schat ik. Ja. Dus je hebt geen beta-cellen meer. Op dit moment is een enorm actief veld waar men probeert vanuit stamcellen beta-cellen te maken, die insuline maken. Dat is om de een of andere reden gaat het heel goed tot het allerlaatste stapje. En daar loopt men, daar is niet ontdekt, daar heb je blijkbaar nog iets nodig wat nog gevonden moet worden. Dat zou je van jouw cellen kunnen doen. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat zouden wij in mijn lab pancreas, maar je kan ook via een truc van jouw huidcellen, pancreascellen maken, alvleeskliercellen. Je kan ze instrueren om hormonen te gaan maken. Wat nog niet lukt, die allerlaatste stap om er een echte beta-cel van te maken. Maar goed, dat wordt, misschien is het vandaag al ontdekt, anders is het in de komende jaren. Een bijkomend probleem is als jij jouw eigen beta-cellen terugmaakt, dan worden die weer afgebroken. Want jij hebt jouw beta-cellen afgebroken. Jouw afweersysteem is om de een of andere reden jouw beta-cellen als de vijand gaan zien. Dus dat is een tweede horde die je dan zou moeten nemen. Dat je die cellen beschermt tegen je afweersysteem. Dat je ze of het afweersysteem uit de buurt houdt. Of die beta-cellen net zo verandert. Dat ze niet meer als de vijand gezien worden. Maar goed, ik weet niet hoe ik dat doen moet. Maar jij zegt dat kan wel een keer. Nou, op dit moment niet. Maar nee, dat is denk ik, als ik zie hoe makkelijk het is om allerlei andere weefsels te maken. Een kwestie van tijd. Ja. Veel tijd? Voorspellingen in de wetenschap zijn altijd erg moeilijk. Nee, daar moet één. Ik denk dat daar echt één ontdekking nodig is. En die kan er niets houden tegen dat het vanmorgen plaatsvindt. Zeker gezien van mensen. Maar misschien denkt men nog niet aan het juiste. Of is het juiste nog niet beschikbaar en duurt het 10 jaar. Waar droom je van? Voor mijn eigen werk? Nou, maakt niet uit. Waar droom ik van? Nou, weet je, ik... Dat ik dit nog heel lang zou kunnen doen. Dat is eigenlijk mijn grootste droom. Dat ik meemaak nu van heel dichtbij hoe over de hele wereld die biologische wetenschap explodeert in een rijkdom van inzichten waar je 30 jaar geleden niet van had kunnen dromen. Dat ik dan lang tussen en dat ik daar aan bijdraag. Ik heb niet het gevoel dat ik één heel groot wereldprobleem in mijn eentje moet gaan oplossen. Maar om deel uit te maken van die internationale community en dan met mijn lab. En een paar van die grote stappen mee te kunnen zetten. Dat is de droom. En met name dat er... Dat doe je toch al? Ja, dat doen we misschien wel. Dat is toch een droom hier? Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik ook 30 jaar geleden, toen ik studeerde en toen ik net begon, was ik altijd ergens op weg naartoe.
Dat moet als dan, en ook een gezin en een huis en kinderen. En de kinderen, als de kinderen maar op middelbare school zitten. En dat heb ik eigenlijk al in het werk al een jaar of 10, 15 niet meer. Het is meer zo van, god, als dit nou eens lang zou kunnen duren. De huidige status. En het is eigenlijk alleen maar makkelijker geworden en succesvoller in mijn loop. Maar er is niet nog een stip aan de horizon of zo van, maar ik weet dat het kan, het is mogelijk, dat wil ik echt nog bereiken. Nou ja, ik moet misschien iets zeggen over hoe wij werken. Veel mensen buiten wetenschap denken dat wetenschappers werken door een vraag te stellen, een harde vraag. Dan daar een antwoord op te formuleren, namelijk een hypothese. Dat je denkt hoe het zit. En dan te gaan onderzoeken of die waar is. Nou, dat werkt totaal niet in ons veld. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat... Maar wij zijn eigenlijk historici die proberen uit te vinden hoe de evolutie allerlei hordes heeft genomen. En dat is, noem maar wat, als jij als vis in het water zwemt en je wilt land op, dan kan je wel 100 manieren bedenken om die stap te maken. En er is er één genomen dat je poten moet krijgen en longen. Maar ik had hele andere dingen kunnen bedenken. Dus zittend op mijn stoel kan ik niet zoals Einstein bedenken hoe het zit. Ik moet gewoon kijken wat heeft de evolutie gedaan. Dus het is een langdurige speurtocht naar de oplossingen die de evolutie toevallig gevonden heeft die voldoen. Dat zijn niet de beste oplossingen, maar ze werken. En dan wordt dat ingebakken in de DNA en dan heeft vervolgens ieder levend wezen op de planeet heeft die oplossing bij zich. En dan gaat het eventjes weer verder. Dus wij zijn random eigenlijk. Dus het is totaal random. Het is, je moet dus een hele harde vraag stellen is vaak gevaarlijk, omdat je helemaal niet weet of dat wel een zinnige vraag is. En of daar wel een antwoord überhaupt bestaat of met de huidige technologie het onderzoek is. Bovendien vind ik het dan vervolgens uiterst arrogant dat je zittend op je stoel zou kunnen bedenken wat er 35 miljoen jaar geleden gebeurd is ergens op deze planeet, waardoor wij nou een eigenschap hebben die we 35 miljoen jaar geleden nog niet hadden. Dus wat veel beter werkt is dat je een systeem, bijvoorbeeld de darm, eens gaat bestuderen en letterlijk schop je er van links dus tegenaan en van rechts En je moet goed kunnen meten, goed kunnen observeren en proberen een totale lege hoofd te hebben. Gewoon alleen maar te kijken en waarnemingen op te sparen. En dan op een gegeven moment ontstaat er een patroon. En dan is het altijd heel gevaarlijk, want die patronen zijn, dat komt ook terug in die Aboriginal kunst, die zijn er niet. Die bedenk je. Oorzaak, gevolg. Het is typisch twee geassocieerde dingen. Daar maken we automatisch een verhaal van. Dat heeft dat gedaan, of dat heeft dat veroorzaakt. En op het moment dat je voelt dat je dat gaat denken, moet je nee, dat moet ik bewijzen. En daar gaan ook, ik ga er vaak in de fout en iedereen in mijn lab gaat daar vaak in de fout. Dus gewoon kijken, tot je me denkt, ja, maar dit is een principe, hier zit een wetmatigheid onder. En dan, nou dat hebben we allemaal geleerd, dan moet je proberen je wetmatigheid onderuit te halen. En dat doet dus bijna niemand. Want ook als wij zouden argumenteren ergens over, ga ik niet jou gelijk geven. Ik ga mijn eigen gelijk halen. Het is heel erg moeilijk om proeven te ontwerpen die jouw hypothese onderuit halen. Dus dat is een tweede probleem, dat heel, heel, heel slecht lukt. En dan, als je dan aan een verkeerde eind hebt, wat bijna altijd is, moet je weer dat idee laten varen. Moet je weer gaan kijken. En dan gaan mensen vaak juist het idee complexer maken. En nog complexer en nog complexer. En op het laatst verklaart het niets meer. Het verklaart alles en niets. En daar zie je heel veel mensen in doodlopen. Dus dat probeer ik zelf en ook in mijn lab. Gewoon hou die ogen open. Geloof niet wat je denkt te zien. En zo gauw er iets niet helemaal strookt, hecht heel veel waarde aan iets wat niet klopt in jou. Iets wat niet klopt met wat je ziet. We zijn ontzettend geneigd om bevestigingen te zien en ontkenningen niet. En dat is heel moeilijk voor de menselijke geest om en dingen los te laten. Nee, we weten niet hoe het zit, we gaan weer terug. Maar is dat niet ook evolutie dan? Wat zeg je? Is dat niet ook evolutie? Gewoon bevestiging op bevestiging? Ja. Is dat werkt dat dan? Nee, dat kan ik niet zo onverwant tussen zien. Maar goed, maar het is nogmaals op dat manier van werken terugkomen. Dus wat wij doen is hele lichte vragen stellen, zo niet veel meer van hoe zou dit werken. En dan maar tegen dat systeem aan schoppen en kijken wat er gebeurt. En je leest eens wat en je praat wat. En dan langzaam maar zeker, als je maar goede systemen bouwt. In ons geval betekent dat vaak een muis maken met een bepaalde nieuwe eigenschap. Waardoor we iets goed kunnen zien en kunnen bestuderen.
En dan komt er een gegeven moment een moment dat je denkt, ja, maar nou weet ik hoe het zit. Dit is, zo zit het. En dan schakel je over in iets wat totaal niet meer intuïtief is. Dat eerste stuk is totaal intuïtief en associatief. Dingen herinner je van vroeger, dat heb ik dat niet eens gehoord. Heb ik niet ooit eens bij scheikunde dat geleerd. En, maar op een gegeven moment, en dat komt allemaal, dat borrelt boven. Maar op een gegeven moment komt er zo'n stadium, nou zie ik het patroon. Nou wil ik weten of het zo zit. En dat traject kan je aanleren. Dan gaan we toetsen. Hoe toetsen we het? Hoe noem je dat? Zo'n soort eigenschap? Dat je die verbanden kunt maken in je hoofd? Dat is volgens mij niet beschreven wat dat precies is. Maar ik heb het gevoel dat wat een wetenschapper, die moet een soort, je moet een soort productieve intuïtie hebben. Mensen het is in geen de, fantasie. Nee, het is intuïtief en onbewust denken en associëren. En dan moet je de mazzel hebben dat de associaties waar je brein mee aankomt, dat die wel eens een keer productief zijn. En als je kunstenaar bent, dan denk ik dat heel veel van die processen zouden lopen. Maar uiteindelijk wat jij in je creativiteit bedenkt, hoeft helemaal niet meer de waarheid van deze planeet te zijn. Dat kan, dat is gewoon iets heel moois of wat je zelf bedacht hebt. Maar als je geen creativiteit hebt, dan lukt dit niet. Want je moet onverwachte invallen, een herinnering, een gesprek. Je moet dat een observatie tot een gegeven moment tot een soort beeld weten te kneden. Ik zie André, we hebben het er onderling vaak over, moet ik zeggen. Hoe ontdek jij nou dingen? Hoe doet dat? Dat is voor iedereen weer uniek, maar het is toch vaak wel, het onderbewuste draagt ideeën aan, draagt dingetjes aan. Dan moet je een soort van censuur hebben. Ja, dit is echt nonsens. Wanneer ontstaan die ideeën? Wanneer komen die dan boven? Als je slaapt? Of als je ik had het veel met hardlopen en met sporten. En met, ik heb het nu veel. Vertel eens, hoe gaat dat? Nou, dat is, als je echt hard loopt, dan denk je nergens meer aan. Maar vaak als je, zeg maar, als je een beetje aan het bijkomen bent en je geest is helemaal leeg geweest, dan ineens, komt er ineens zo'n, oh ja, verdomd. En dan denk ik, of nee, maar dat wat ik dacht is echt fout, want 7 jaar geleden zagen we dat klopt niet. En dan voel ik al heel lang, er zit ergens, het schuurt ergens, maar dan kan ik de vinger niet opleggen. En dan heb ik 1 persoon in mijn laboratorium die dat ook heeft. En dan ga ik, Mark, moet ik wat, ik heb dat idee en ik heb het gevoel dat het goed is, maar weet je nog, Mark, 7 jaar geleden, zegt hij dan tegen mij, weet je. En dan denk ik, ja, verdomd, ik wist het ook. En dan, hup, dan moet het overboord gegooid en dan gaan we weer terug naar de tekentafel. Maar goed, het is dus een soort van productieve creativiteit. Dus je moet vrijelijk dingen uit je onderbewuste naar boven laten komen. Maar als dat te veel is, dan het is allemaal buitengewoon geloofwaardig, dan kan je er niks meer mee. Als het te weinig is, dan ontdek je ook niks. Dus daar moet je een soort balans in vinden. En je moet die schakelaar hebben, dat je op een gegeven moment zegt, oké, nou is het nou genoeg ideeën aangedragen. Dat klinkt heel erg goed en dat gaan we nu toetsen. En dan gaat de knop echt om en dan verandert mijn lab ook op zo'n moment. Dan gaat iedereen ineens zeggen dat, je samen met die dat. En dan wordt er stapsgewijs en dan weet je binnen een week, nee, het is onzin. Of nee, dit is het gewoon. En dat weet je met name dat alles wat je voorspelt, werkt. Dingen de eerste keer. Terwijl als wat voel je dan? Wat is dat? Nou, dat is wel heel leuk. Dat is natuurlijk, dat hele lab raakt natuurlijk in een soort hype. En dat is ontzettend leuk. En dan is het grote voordeel van een groep Nederlanders. Dat als je Nederlanders in je groep hebt, dat het ook als groep gebeurt. Ik heb een tijd in Amerika gezeten en dan hield iedereen dat voor zichzelf. Dat was jouw ontdekking en dat maakte in je eentje tot een succes. En dat is de kracht, denk ik, van ons lab. Dat we vervolgens, dat iedereen dan upteamt en dat samen op een gegeven moment, en dan moet het ingestuurd en dan krijg je enorm veel kritiek en dan wordt er nog meer gedaan. Dat hele proces, dat we dat echt samen doen. En dat, daar zijn we echt, dat, en dat kan je leren en dat heb ik ook wel, ik ben nu een ervaren wetenschapper, met name in dat proces. Want nu weet ik genoeg hoe het zit, nu zetten we die schakel om en nu rommen we het eruit, zeg maar. Toch nog even. Of je wilt proberen om toch als wetenschapper iets van een voorspelling te doen. Juist omdat je dat eigenlijk normaal gesproken niet kunt doen, maar voor dit programma, The Mind of the Universe, ja, zijn we toch op zoek naar wat zijn nou die vergezichten, wat staat ons te wachten en wat is nou die grens van de wetenschap waaraan we nu kunnen zien, in de toekomst kunnen we dit of dit verwachten. En dan wil ik dat toch zo graag zo concreet mogelijk worden. Ja. Even natuurlijk met... Nee, ik kan, dat durf ik wel, ja. Nou, wat ik zeker weet, ik kan daar niet echt een tijdspad voor geven, maar ik weet zeker dat wij binnen
niet meer misschien binnen deze generatie, maar binnen de volgende generatie, precies weten hoe ons lichaam zichzelf bouwt en hoe ons lichaam zichzelf in stand houdt. En dat betekent dat we waarschijnlijk ieder orgaan wat functieverlies, hè, ziekte ondergaat, kunnen repareren. Waarschijnlijk met je eigen cellen. Dat we voor iedere ziekte buiten je eigen lichaam, op je eigen cellen, kunnen bepalen wat het beste geneesmiddel voor je is. Misschien nog wel betere middelen ontwerpen voor dan we op dit moment hebben. En uiteindelijk kunnen we waarschijnlijk ook, en daar ligt een grote ethische uitdaging, die overstijgt mijn wetenschap, kunnen we de genetische code van ieder individu optimaliseren. Als je dat zou willen. Je kunt erfelijke ziektes verwijderen, corrigeren. Daar zullen niet heel veel ethische problemen mee zijn. En dan komt er een geleidende schaal. En dan uiteindelijk kun je ook mensen groter laten. Dat zou nu kunnen. Je zou mensen langer kunnen laten worden. Je zou mensen blond kunnen maken. Of blauwe ogen, als je dat zou willen. Dat kan op dit moment allemaal. Dat willen we niet. Maar ik denk dat het niet zo heel ver weg is. Dat wij heel veel menselijke eigenschappen goed genoeg begrijpen. Erfelijke eigenschappen. Om dat achter de tekentafel te veranderen. En daar vervolgens en dat aan een mens mee te geven. Het kan, maar of het ook gebeurt, dat is natuurlijk ja. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik bedoel, dat is niet aan ons. Ja. Dat is aan de... ik wil nog even graag dat je vertelt over die Aboriginal art. Maar even, dan moet je even vergeten dat we het er vanmiddag al over gehad hebben. Dus ik wil het even droog, zonder computer en zonder... maar eigenlijk zou dat een antwoord moeten zijn op de vraag, waar hou je je eigenlijk nog meer mee bezig, behalve dan met deze wetenschap? Wat is zeg maar jouw, de tegenpool van jouw onderzoek? Nou, de tegenpool voor mijn werk is altijd geweest sport. En ik heb altijd enorm veel gelezen. Ik kan niet niks doen. Als ik niks doe, heb ik een boek in mijn handen. En ik heb vaak 5-6 boeken onder handen. Recenter ben ik me geïnteresseerd in kunst, met name in schilderkunst. En dan met name in Aboriginal schilderijen, Australische Aboriginal schilderijen. En daar zit een historie achter. Achter die kunst. Die is eigenlijk heel als een explosie ontstaan. Een beetje zoals de explosie van leven ooit heeft plaatsgevonden. Jaren 80. De echte de Aboriginals die al 40.000 jaar op boomzorg schilderden, die plotseling moderne schildermaterialen kregen en vervolgens in 10, 15 jaar tijd een enorme brede kunststroming hebben gestart, allemaal in die dorpjes in het centrum van Australië. En wat ze maken zijn hele symbolische schilderijen, vaak hele grote, hele kleurrijke schilderijen. Patronen, dat zijn vaak patronen die hun scheppingsverhaal voorstellen of een soort van landkaarten waardoor ze wisten waar het water te halen was en waar de ceremonies moesten plaatsvinden. Zo zien ze er ook uit. Als ik ervoor sta, kan ik niet zien wat het verhaal is wat erbij verteld wordt. Dat is te vreemd, denk ik, voor een gemiddelde Nederlander. Maar ik kan wel die patronen zien. Ik kan zien hoe nadrukkelijk vormen in 2D in mijn hersens vervolgens allerlei associaties teweeg brengen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wij naar zo'n microscopisch beeld kijken bijvoorbeeld. Of naar een set getallen. En zich allerlei patronen opdringen, waar je vervolgens moet afvragen, is dit een echt patroon? Heb ik dit eerder gezien? Waar lijkt het op? Hoe plaats ik dit in het geheel van dat schilderij of in het geheel van dat weefsel? Dus het is voor mij een soort vrije tijds. Ik gebruik dezelfde associatieve processen en creatieve processen in mijn hoofd. Wat ook wel aantrekkelijk is, hoeft niet te leiden tot een ontdekking. Ik hoef niet eigenlijk niet te scoren, bij wijze van spreken. Ik kan er ook van genieten. Maar het lijkt heel erg op elkaar. Ja, dat is grappig. Het is eigenlijk een soort van genetische code die je zoekt in die cultuur. Ja, de code, de genetische code, maar ook de genetische code is natuurlijk het begin van alles wat er vervolgens in de biologie gebeurt. Want daar komen dingen uit die allemaal weer dingen met elkaar doen, die ook weer patronen maken. Dat kan je er allemaal in terugzien, ja. Ja. En daar zit dus ook letterlijk een code in de vorm van allerlei symbolen die vele duizenden jaren oud zijn, die allerlei betekenissen hebben die ik op dit moment probeer te begrijpen, maar waar ik helemaal aan het begin sta. Dat is wel een hele grappige overeenkomst, toch? Ja. Hoe was dat toen je voor het eerst een schilderij zag, dat je dacht, hè? Ik kende het soortgelijke kunst uit New Mexico, waar de Indianen daar ook met puntjes en streepjes en patroontjes heel kleurrijk, dus daar heeft het wel veel van weg.
De eerste keer dat ik echt geïnteresseerd raakte in Aboriginal kunst is niet zo heel lang geleden, een jaar 4-5 geleden, toen wij een schilderij zagen wat nu in Amsterdam hangt. En toen ben ik me erin gaan verdiepen en gaan lezen. Toen zag ik ineens, ja, dit is eigenlijk een soort tegenhanger, maar eigenlijk misschien wel hetzelfde als wat ik overdag doe. En dan merk je meteen dat het enorm aanspreekt, dat het voor andere kunst kan ik heel mooi vinden, kan zien waarom het mooi is, maar er gaat niet echt een snaar trillen van binnen. En dat is bij die Aboriginal kunst wel. Wat zegt dat over kunst en wetenschap? Kunst en wetenschap staat heel veel dichter bij elkaar, denk ik, dan veel mensen denken. En je kan het ook aan de woorden horen. Passie en talent en gedrevenheid en dingen als ja, kunstenaars en wetenschappers zijn beide toch wel geobsedeerd door onszelf, de mens, onze omgeving, de wereld, de planeet. Stellen vragen en geven de antwoorden op. Beschrijven de wereld, onderzoeken de wereld. Uiteindelijk, en ik denk dat 90% van dat proces eigenlijk heel erg parallel loopt. Het grote verschil, daar ben ik wel eens jaloers op, is dat een kunstenaar vervolgens een product aflevert wat nog nooit, wat niet eerder bestaan heeft. En dat kan iedere vorm hebben. Terwijl ons product is uiteindelijk een correcte beschrijving van wat de planeet heeft geproduceerd door wat een miljard jaar evolutie. Het is dus wij zijn uiteindelijk gerestricteerd. Wij moeten uiteindelijk, dus we kunnen heel creatief zijn, maar we moeten uiteindelijk we zijn beperkt door wat uiteindelijk waar is. En niet wat waar zou kunnen zijn. En dat is het grote verschil, denk ik, tussen kunst en wetenschap. Als het ons lukt om alles aan ons lichaam te vervangen als het eenmaal niet meer werkt, dan kunnen we toch eeuwig leven eigenlijk. Wat houdt dat tegen? Ja, dat is één onderdeel in ons lichaam waar dat niet direct voor geldt. Dat zijn onze hersenen. En dat heeft te maken met het feit dat als ik denk dat wie ik ben, zit in mijn hersenen. Daar zitten mijn herinneringen, zitten mijn emoties, daar zit ik. Ieder ander onderdeel van mijn lichaam is, zoals ik er tegenaan kijk, vervangbaar. Is dit je geest? Dat heet niet mijn geest, maar dat zou je zo mijn geest kunnen noemen. Ik denk dat je zou er ook allerlei religieuze connotaties aan kunnen geven, maar dat ben ik. En dat zit gewoon hier. Dus ik ben mijn brein. Daar ben ik van overtuigd. Als ik mijn hersenen zou vervangen, dat is eigenlijk de hardware, dan zou alles wat erin opgeslagen ligt, weg zijn. Dus mijn hersenen, de materie van mijn hersenen, dat ben ik niet. Het is wat daar aan informatie in terecht gekomen is door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt en gedaan. Dat gaan stamcelbiologen niet oplossen, als je dat zou willen. Dus uiteindelijk loop je er tegenaan dat als je... Is dat het software? Dus zeg maar alles wat eraan, ja, de data opgeslagen in je hersenen, als je het als een computer zou willen zien. Een besturingssysteem. Plus alles wat, nou ja, het is meer je harddisk. Alles wat jij in je leven gezien hebt en geleerd hebt en meegemaakt hebt, dat ligt opgeslagen in je hersenen. Dat samen ben jij. Ja, maar dat wordt aangestuurd. En dat wordt aangestuurd en dat speelt af. Dat zijn allerlei soorten van programma's. Dat speelt zich af als op een computer. Weliswaar werkt die heel anders, maar je hersenen zijn de hardware die gevoed worden van buitenaf met ja, data, met beelden, belevenissen, emoties. En die kan je niet, op dit moment is dat niet iets tastbaars wat je zou kunnen transplanteren. Allemaal heel theoretisch, want ik vind het heel prima dat wij 80 of 90 jaar leven. Het is helemaal niet mijn doel om er straks 120 jaar te zijn. Want ik denk ook dat wij als mens gewoon gebouwd zijn om 80 of 90 jaar te leven. Ja, maar we kunnen alles vervangen. Dat heb ik we kunnen alles vervangen, maar... Nou ja, ik denk dat de echte ouderdomsziekte op dit moment zijn kanker. Dat zullen we uiteindelijk wel bedwingen. Dat is nog niet dichtbij. De echte ouderdomsziekte, dan gaan er foutjes in in stamcellen maken. Een foutje in het overschrijven van de code. Zit dat foutje op een vervelende plek, dan word je een kankercel. Dat is één ziekte waar je vanaf moet. De slijtage van al je botten en je weet ik wat, is wel iets wat we moeten oplossen. Uiteindelijk blijft over. Je hersenen kan je niet vervangen. Daar zitten grote gedeelten van je hersenen worden na je puberteit. De cellen die daar zitten, zijn de cellen die daar zitten. Als daar eentje in het loodje legt, wordt die niet vervangen.
En dat kan ook niet, want je kan ook niet zomaar uit een computer die het niet doet een chip halen en een ander erin zetten. Dan moet je hem weer helemaal opnieuw programmeren. Dan werkt het niet meer. Dus sowieso, dus die hersenen zitten zo in elkaar dat je daar, als daar een gat invalt door een beroerte of zoiets dergelijks, dan kan je daar niet zomaar stamcellen in zetten en dan doet hij het weer. Dat geldt voor ieder ander orgaan, maar voor de hersenen niet, omdat er essentiële levenservaring, informatie verloren gaat met het verlies van je, van een stuk van je hersenen. Word je wel ergens bang van? Word ik er niet echt, nee. Zo, van wat? Van wat wij doen? Of je ziet dingen, je bent met dingen bezig en opeens dan schrik je van wat er mogelijk is. Nee, ik denk niet dat ik ooit ergens bang van werd. Ik denk wel, we zijn ons wel heel erg bewust van als we een bepaalde stap zetten, dat daar implicaties aan zitten die we soms ook niet allemaal onmiddellijk overzien en die een veel bredere context bediscussiëren. En dat is ons vakgebied, is dat een heel, heel belangrijke stap geworden. Na elke nieuwe technologische horde die genomen wordt, willen we dit? Zo ja, hoe? Waarvoor? En dat is niet een discussie die ik in mijn eentje voer of met mijn collega's. Dat is, die hoop je met de maatschappij te voeren. Maar ik ben nooit bang voor wat wij ontdekken, omdat wij zijn een product van de natuur. Als we wat ontdekken, is dat iets natuurlijks. Is dat niet iets beangstigends? Nou, de natuur kan behoorlijk eng zijn. Ja, maar goed, dat is waar. Het kan zelfs heel eng zijn. Maar wij zijn nooit enger dan dat. als dat zo is, hè, wat je allemaal ontdekt en dat is waar, dan ga ik me even vanuit. Dat is dan toch ook heel interessant voor andere partijen om die kennis te hebben van jou. Ik ben daar geen last van dat die kennis zo kostbaar, maar ook zo exclusief is eigenlijk. Is het wel beschermd? Is het veilig? Ik bedoel dat er geen andere partijen mee aan haar die wel kwaaie dingen wel, in de Frankensteins bedenken, die denken wat leuk. Ja, dat kan. Niet zozeer met wat wij doen, maar met wat sommige van mijn collega's doen, kan dat. Er gebeuren, as we speak, experimenten waarbij menselijke stamcellen worden ingebracht in een muisembryo of in een varkensembryo, wil men gaan doen. En dan wordt er een individu geboren wat deels mens, deels muis is, als je dat doorlaat gaan. In Engeland mag dat nu met muizen. Ik denk tot ongeveer 2/3 van de dracht van zo'n muis. Dan moet het afgebroken worden. Maar dat kleine muisje, wat daar dan, dat is een muis met alles erop en eraan na 14 dagen. Dat is dus een beetje muis, een beetje mens. Dat zijn experimenten die ik niet doe, ook niet zou willen doen, maar die op dit moment in Engeland bijvoorbeeld toegestaan zijn. En in die hoek kan je natuurlijk wel hele enge dingen bedenken. En bijvoorbeeld wat er nou, waar een aantal mensen heel erg zwaar op inzetten en wat ook wel door overheden gesteund wordt, is als je suikerziekte hebt en je wil een nieuwe alvleesklier, dan is het in theorie mogelijk, en daar gebeuren veel experimenten aan, om een varkensboerderij te hebben met varkens die zelf geen alvleesklier kunnen maken, maar die bij de bevruchting, vlak na de bevruchting, wat menselijke stamcellen hebben gekregen, waardoor er een varken in de modder loopt met een menselijke alvleesklier. En hier en daar elders ook wel wat menselijke cellen, maar die hele alvleesklier is menselijk. En de visioenen zijn, en dat is Japan en in Spanje zijn ze er heel druk mee, om dus boerderijen te hebben met varkens, waar mensen met type 1 diabetes nieuwe alvleesklieren uit kunnen krijgen. Dus dat is echt het farmen van organen. En dat is op dit moment, as we speak, vindt dat plaats. Wat is daar voor jou inspirerend? Als ik terugkijk waar mijn ideeën vandaan komen of inzichten die je soms toch ineens, denk je, we kijken al een jaar hiernaar en het zit gewoon zo, dat moment. Dat is of na heel intensief sporten, naderhand, niet tijdens, want dan kan ik helemaal niet denken. Maar met name ook op congressen. Ik reis veel, ik spreek veel, dan ga ik altijd een beetje achter in de zaal zitten als ik niet aan de beurt ben. Nou ja, wat waar let je dan op? Dan zie je ook dat je je vooral bezighoudt met de andere mensen en niet zozeer met het verhaal op het podium. En dan denk je, die had ik daar gezien, oh, daar had ik een beetje een vervelend moment mee toen, dan moet ik eventjes een biertje mee drinken. En dan hoor je iemand iets zeggen en je associeert en je zag, en ineens, tjak, dan ineens denk je, en dan ineens komt er een idee op. Of in die vliegtuigen waar je altijd in je eentje in zit.
Dat is eigenlijk, eigenlijk op het moment dat je helemaal niet gericht denkt, dan bobbelt er een associatie of ik zit ergens in, oh ja, dan zit je te bladeren en dan of je luistert half naar iemand en dan ineens komt er een, ja, dan is zo'n luikje open en dan denk je, oh, zo zit het. Ja. Heb je al eens ervaren als je naar die Aboriginal art kijkt, dat iets heeft opgeleverd? Nee, dat. Kun je het je wel voorstellen? Nee, dat kijken naar die Aboriginal kunst, wat ik voel is dat ik dezelfde toeren in mijn hoofd voel draaien, dezelfde radertjes, en dezelfde plezier ontstaat als er met een leuke associatie of een, oh ja, zo'n wist ik dat ook nog van vroeger, zoiets. Ik denk niet dat er in die Aboriginal art mijn antwoorden liggen verborgen. Daar liggen wel eenzelfde soort van patronen. En ik kan er, misschien dat ik er wel een beetje mee oefen. Zelfs dat je als je sport, dat je die bepaalde wegen gewoon vaak maakt. Dat denk ik wel. Maar ik denk niet dat er antwoorden op mijn vragen in verborgen liggen. Nee. En dan even, als je dan kijkt naar jouw vakgebied, wat is in het algemeen, wat is het toverwoord? Dat snap ik niet. Wat is het toverwoord in jouw vakgebied? Het toverwoord in me is, ik zou zeggen, de kern is de ontdekking. Is het inzicht om iets te zien wat er nooit iemand eerder gezien heeft. En er is geen toverformule voor om dat moment te bereiken. Ja, het is prachtig. Het ontdekken wat iemand nog niet gezien heeft, wat niemand nog gezien heeft. Oh. Misschien heeft iemand anders dat wel gezien, alleen heeft hij het niet herkend. Dat ja, ook nog. Ja. Nou ja, als ik terugga naar ons eigen werk, die darmstamcel, ik vind historie, ik vind evolutie is historie. Ik heb een plaatje gevonden waarin onze stamcellen getekend staan uit 1888. Met een pijl erbij. En er was toen nog alleen nog maar microscopen waren en verder helemaal niets. En zelfs er staat zelfs een S bij en ik dacht dat is S van stamcel. En toen was het helaas S van schmale cel, van kleine cel, smalle cel. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. We hebben 20 jaar naar die darm gekeken, we hebben ze niet gezien tot ze licht gaven. En deze man, 150 jaar geleden of zo, die had ze al zien zitten. Die hadden de tijd, die keken en die heeft het opgeschreven. En toen heeft in 1960 iemand, een andere monumentale wetenschapper uit Frans-Canada, die heeft ze ook weer gezien. En die heeft alles wat wij nu ontdekt hebben, had hij al voorspeld. En dat hebben wij allemaal naar de hand gelezen. En ik heb hem altijd in mijn verhaal, heb ik altijd een grote foto van hem en zo. En ze zeggen ook altijd van alles was al bekend, het moest alleen nog maar bewezen worden. En nou, daar komt onze trucendoos. Maar we hebben dus eigenlijk tot 3 keer toe zijn deze cellen ontdekt. En pas nu was het mogelijk om te laten zien wat ze echt zijn en wat ze kunnen.